Belisol bestaat natuurlijk al 35 jaar, weliswaar meestal gekend voor de ramen en deuren. Maar sinds een klein zestal jaren geleden hebben we eigenlijk een eigen energie-eenheid opgericht, met name Belisol Duurzame Energie. Wij gaan ook binnenkort een huis kopen en verbouwen of nieuwbouw. En dan ben ik wel geïnteresseerd om zo'n energie in mijn huis te plaatsen. Dus we zijn een beetje op voorhand al wat komen kijken. We zien wat we kunnen doen en zo wat prijzen opvragen en dergelijke. Wel, voor nieuwbouw zijn er een aantal dingen die uiteraard verplicht zijn. De EPB-verslaggevers, zij gaan natuurlijk ook meegaan met de klant denken om energiebesparend te werken. Onder andere ventilatie is zo'n verplichting, dus we hebben zowel de systemen C als D. Anderzijds denken wij natuurlijk ook mee om de energiefactuur zo laag mogelijk te houden door goed te isoleren en door eventueel zonnepanelen of zonneboilers te installeren.